Geachte leden van de Raad van Hardenberg, hartelijk welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 24 januari 2017. Welkom geldt ook voor de mensen op de publieke tribune, van harte welkom. En de vertegenwoordigers van de media, ook hier ruimschoots vertegenwoordigd vanavond. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van de heer Gelling. De heer Breukelman heeft aangegeven later te arriveren. Mevrouw Baarslag is afwezig, de heer Botter is afwezig, de heer Kloekhorst is afwezig. En de heer Stelpstra hebben wij ook nog niet waargenomen, maar zou nog moeten komen, als het goed is. En hij komt zojuist in ieder geval het gemeentehuis binnengelopen. En daarmee open ik deze raadsvergadering. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan komen we bij het spreekrecht op de agendapunten. Daar hebben zich geen personen gemeld om in te spreken. Dan kunnen wij ook door naar agendapunt 4. Vaststelling van deze agenda van de raadsvergadering. Kan deze uw goedkeuring wegdragen? De heer Stelpstra, welkom. De heer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou willen vragen of het onderwerp punt 6, ontwerp detail en structuurvisie, naar de bespreekstukken verplaatst kan worden. Ik zie geen bespreekstukken, maar dat wil niet zeggen dat die er niet kunnen zijn. Ja, toevoegen? Als de raad dat wil, de meerderheid van de raad daarmee instemt, dan kunnen wij dat een bespreekstuk maken. En ik kijk rond in de richting van de raad of dat akkoord is om van de ontwerp, detail en structuurvisie van de gemeente Hardenberg alsnog een bespreekstuk te maken. Dat is akkoord? Akkoord? Dat is akkoord. Ja, toch, voorzitter, het hoeft van ons betreft niet, maar als de raad het wil, dan willen we daar geen blokkade over op hebben. En dat geldt voor ons eigenlijk ook, voorzitter. Dus, akkoord. Ja, de VVD heeft de wens om er wel een bespreekstuk van te maken. Ik zie de anderen dat die daar geen moeite mee hebben. U ook in principe niet, maar het hoeft niet. Maar daarmee is het een bespreekstuk geworden. Dat betekent dat agendapunt 6 een bespreekstuk wordt en agendapunt 7... vanaf dat moment de hamerstukken weer aan de orde zijn. Anderen nog over de agenda? Niet het geval. Dan kunnen we hiermee de agenda vaststellen. Brengt ons bij de besluitlijst van de raadsvergadering van 10 januari, jongstleden. Akkoord daarmee. Daarmee bent u akkoord. En dan zijn wij toe aan het bespreekstuk van vanavond. Ontwerp, detail en structuurvisie gemeente Hardenberg. Ingebracht door de VVD, althans als bespreekstuk geagendeerd. Dus ik zou als eerste aan u het woord willen geven. En dan even kijken of de anderen ook nog behoefte hebben om te reageren. Ja, dat mag van achter het spreekgestoel. Ja, dank u wel, voorzitter. In de oriënterende ronde hebben we een aantal... Klinkt hier ongelooflijk hard. In de oriënterende ronde hebben we een aantal vragen en opmerkingen geplaatst over het proces van de totstandkoming van dit ontwerpplan. Op één vraag hebben we toen geen antwoord gehad en gezien de ontwikkelingen en de berichten in de pers van de afgelopen week zijn er wel een aantal vragen, discussiepunten bijgekomen. Om te beginnen bij de niet beantwoorde vraag. Waarom is er voor bureau Seinpost gekozen? Zij hebben mede aan de wieg gestaan van het oorspronkelijke plan en mogen hun eigen werk herkeuren. En B-vragen hier in deze. Valt dit bedrijf onder de groep bedrijven die buiten de Europese aanbesteding vallen? De tweede vraag, dat is feitelijk een vraag die ik voor Seinpost heb, maar in ieder geval wel hier eventjes voor het voetlicht wil brengen. Hoeft wat mij betreft op dit moment dan ook niet op geantwoord te worden, om in ieder geval niet in de discussie over het plan te gaan praten. Wij willen graag weten waarom zij heel expliciet de verhuizing van de harddiscounter naar het Mercatorterrein in Deerensvaart ontraden, terwijl in andere plaatsen, neem als voorbeeld Drunen, waar de Raad van State op 18 januari jongstleden een uitspraak heeft gedaan, juist de harddiscounter wel naar de rand wordt verplaatst. En de tweede vraag in deze is, in Hardenberg stond in de conceptversie de Fortuinstraat niet aangegeven. En in de nieuwe versie staat die wel aangegeven. Ik ben heel erg benieuwd welke argumenten daaraan te grondslag hebben gelegen. Ik hoop dat we gaandeweg het proces, in ieder geval van Seinpost, daar een antwoord op krijgen.
14 dagen geleden is naar aanleiding van een vraag over de Aldi-vestiging in Derensvaart, gaf de wethouder in de oriënterende ronde aan dat er een gesprek was en een binnenkort overleg zou plaatsvinden en dat er tot zolang een embargo op rustte. Maandag 16 januari was het gesprek en dinsdag is in het college besloten geen medewerking te verlenen aan de wens van Aldi. Woensdag in de pers. Dus eerder bij de pers dan bij de raad. Waarom? Feitelijk zijn we als raad nog niet verder bijgepraat dan de twee regels die in het collegebesluit stonden van vorige week dinsdag. Waarom? Naar aanleiding van de berichtgeving zoals die in de pers hebben gestaan, hoezo bent u bang voor een financiële claim van de Jumbo? Zou de Jumbo een beroep moeten doen op planschade? Of zijn er andere afspraken gemaakt met de Jumbo? Daar graag een reactie op. In de oriënterende ronde hebben we gevraagd of deze concept detailhandelsvisie in drie stukken kon worden opgedeeld. Eén voor Hardenberg, één voor Derensvaart en één voor de overige kernen. Voor het doorlezen van met name de ondernemers die het aangaat, is het verhaal dan veel overzichtelijker. Een bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat bij een eventuele vaststelling, dat daar dan eventueel een knip gemaakt zou kunnen worden, waardoor de ene kern niet op de andere hoeft te wachten. Via de motie van 9 juni 2015 hebben we gevraagd om detailhandelsvisie voor al deze kernen vast te stellen. Maar een vaststelling kan best wel uit elkaar lopen en lijkt me een goed plan en een betere optie dan op hoge snelheid voor alle kernen het er nu door te jassen. Vanmiddag ontvingen we de toegezegde reactie van de wethouder op de mogelijke splitsing. De wethouder geeft de voorkeur aan één integrale visie. Vervolgens, tijdens het verwerken van de zienswijzen, zal nog nader worden gekeken of in de visie de verdeling nog duidelijker kan worden neergezet, zodat het makkelijker te lezen is per kerngebied. Wethouder, u bent het dus feitelijk met me eens, makkelijker te lezen. Dus ik zou zeggen, die splitsing nu gewoon doen. Hier graag een reactie van de wethouder. Gezien de ontwikkelingen van de Aldi, wat we dus uit de pers hebben moeten vernemen, is het ons inziens de vraag of het deelplan Derensvaart op deze wijze wel de inspraak in kan. Er ontstaat nu wel een situatie voor de Julianenstraat Noord die veel meer aandacht vraagt. Als de Aldi niet kan en wil verplaatsen, blijft er een winkelgebied in Julianenstraat Noord. Uit wederom de pers begrepen dat verplaatsing naar het plan Mercator niet kan, omdat het niet in het masterplan Derensvaart past. Dit plan, de strategische visie, is vastgesteld in 2009. Het is maar de vraag of dit plan nog voldoende actualiteit in zich heeft, of dat een herijking zal moeten plaatsvinden. Het lijkt mij dat het nu actualiseren van de detailhandelsstructuurvisie daarvoor is bedoeld. Dus waarom dan nu terugvallen op die wellicht achterhaalde visie? Stel dat we de detailhandelsstructuurvisie zouden vaststellen zoals nu gepresenteerd wordt, dan zetten we gebieden op slot zonder daarvan de impact goed te kunnen doorgronden. Ik zou me kunnen voorstellen dat we in Derensvaart nu in de parkeerstand zetten. Er dreigt een padstelling te ontstaan in met name het gebied Julianenstraat Noord. Als hier geen toekomstbestendige oplossing voorkomt, lopen we de kans dat dit probleem jarenlang blijft doorsudderen. Dat is zeker niet goed voor Derensvaart. Een pas op de plaats voor dit gedeelte van het conceptplan lijkt mij hier wenselijk, zo niet noodzakelijk. Dit hoeft zeer zeker de plannen met betrekking tot het centrumplan en het eventueel aanstellen van een centrummanager niet in de weg te staan. En ook hier graag de reactie van de wethouder. Dank u. Voorzitter, mogen wij ook vragen stellen? Voordat de wethouder aan het woord komt? Ja, zeker. Dit is de eerste termijn en de inbreng van de VVD. En daar mag ook gereageerd worden. Ik zie u al reageren en ook de heer Odink daarna. En wellicht nog anderen. Mevrouw van Hoek. Ik ben een beetje in verwarring gebracht. Dank u wel, voorzitter. Eerst. U geeft aan dat u een aantal vragen heeft richting het onderzoeksbureau. Maar het antwoord hoeft niet gegeven te worden. Dat kan laten wachten. Die snap ik niet. Wilt u dan niet het antwoord hebben als u wat wil veranderen in het stuk zoals die nu is? En twee,
Wij stellen helemaal geen detail aan de structuurvisie toch vast. We besluiten toch slechts om het ter inzage te leggen. Of leest u wat anders in de titel dan dat wij dat doen? Heer Ruiling. Ja, dank u voorzitter. Die vragen heel specifiek voor het bureau Seinpost. Die moeten we nu juist niet gaan beantwoorden. Want dan gaan we inderdaad inhoudelijk op de structuurvisie in. De procedure is nu dat we nu bezig zijn met het concept wat ter inzage wordt gelegd. Dus vandaar dat ik de vragen bij Seinpost nu wel benoem. Maar daar op dit moment geen antwoord op hoeft te hebben. Omdat we dan in de discussie van de detail en structuurvisie terechtkomen. Dat lijkt me niet goed. Maar ik wilde de punten wel eventjes hier voor het voetlicht brengen. Dat is het eerste. Het tweede gedeelte van uw vraag is, het conceptplan ligt er nu. Alleen het conceptplan, dat gaat wel uit van een bepaalde basis. En dat, dan vindt de inspraak is meer een fine-tuning van het verhaal. Alleen ik vind met name voor de Deringsvaarseweg, voor de Julianastraat Noord, is de materie dermate complex en zijn er nog zo verschrikkelijk veel open einden in, dat je eigenlijk een stuk ter visie aanbiedt waar geen hoofd en waar geen kont aan zit. En dat zou ik graag dus wel willen zien, dat er een duidelijk visie ligt op wat we met dat deelgebied gaan doen, dus ook met het centrumplan van Deringsvaart. Mevrouw Van Hoek. Korte reactie slechts. Ik vind het raar dat u zegt dat niet over de inhoud van de structuurvisie gepraat mag worden, terwijl die wel de onafhankelijkheid en objectiviteit van de rapportagegever ter discussie stelt. Maar dat is zij in ieder geval. Bedankt voor uw antwoord. Goed, de heer Odink. Ja, voorzitter. Ik had ook nog een vraag met betrekking tot zeg maar, wat we feitelijk nu doen, hè, ook met betrekking tot deze detail, is vrijleggen. Hè? Dus we leggen hem nu vrij. Zeg maar alle direct betrokkenen, nou, en de Aldi is daar één van, op basis van de inzagelegging, kan gaan reageren. Dat is feitelijk wat aan de hand is. En ik ben er niet voor om, zeg maar, om dit, met name ook het eerste amendement, te gaan gebruiken, om in die zin zeg maar, die knip erin te leggen. En dan op een gegeven moment te zeggen van oké, dat plan voor Deringsvaart zou dan in die zin achtergehouden moeten worden. Er is in mijn inzien wel degelijk sprake van een visie. He, dus ook wat betreft Deringsvaart, Hardenberg, maar ook voor de kleine kennis, legt het college wel duidelijk een visie neer. En een van de andere zaken waar ik dan toch een beetje jammer vind, op een gegeven moment doe je de uitspraak van dat we nu het plan er doorheen willen jassen. Dat vind ik toch wel bezwaarlijk. Als je kijkt naar de voorbereidingstijd die er is ingestoken met alle stakeholders, dan vind ik dat we het nu vrijleggen ter inzage. Dan vind ik dat we doorheen ja, ze het toch wel tekort doen aan alle partijen zeg maar, die hier tot nu toe ook bij betrokken zijn. Dus, Akkoord, dank. Anderen nog in reactie op de inbreng van de heer Reiling? Dat is niet het geval. Dan dank voor de bijdrage. En dan kijk in de richting van het college. De heer Prinsen om een reactie hier te vragen op datgene wat is ingebracht vanuit de zijde van de VVD. Ja, voorzitter. Ik heb 14 dagen geleden hier gezegd dat ik het wat lastig vond om al die nu hier te bespreken, omdat we als college een embargobesluit hadden genomen. En dat ik dat eerst wilde delen met al die. Nou, dat heb ik op 16 januari gedaan, zoals gememoreerd. Op 17 januari hebben wij ons besluit van voor de kerst openbaar gemaakt. En dat is heel vervelend. Ja. Volgens mij hebben we erop gestuurd dat er woensdag iets bij jullie zou zijn, ja, bij de raad zou zijn. Maar hoe dat precies is gelopen, dat weet ik niet. Of ik daar niet goed in heb gehandeld, dat zal ik even uitzoeken. Want bij dit soort besluiten is het gebruikelijk dat je dat niet uit de krant hoeft te lezen. Dus bij deze mijn oprechte excuses daarvoor. Allerlei dingen over wel of niet inhoud, ik vind het nogal redelijk ingewikkeld. Dus ik doe maar gewoon mijn eigen ding. En als het niet goed is, hoor ik het wel. Wij hebben al heel lang gesprekken met Aldi. En die gesprekken gingen eerst over het Noordblok. Nou, daar hoef ik u de afloop en de verloop niet van te vertellen. Toen hebben we een poosje windstilte gehad. En toen hebben we aan tafel gezeten en hebben gezegd van nou, wij gaan het terrein achter de Jumbo, dus ook deels achter de Aldi,
Dan gaan we voor een deel nu herinrichten voor woningbouw. Als u nu nog interesse hebt, voordat we de indeling gaan maken, om op de bestaande locatie meters te maken, zeg dat dan. Want dan kunnen we er vanaf het begin rekening mee houden. Dan kun je vanaf het begin meedoen met de planning. In augustus hebben ze aangegeven, no way. Behoort niet tot onze keuzes. En op enig moment kreeg ik een afspraak in mijn agenda met daarbij wat mensen van Aldi daarin gepland en een onderzoeksbureau. En die kwamen mij een onderzoeksrapport, wat u ook heeft gehad, over het Mercator-terrein. Dat heb ik in ontvangst genomen. Ik heb er toen ook afspraken over gemaakt hoe we daarmee om zouden gaan. En dat wij niet degene zouden zijn die dat rapport naar buiten zouden brengen. En zo, daar hebben we afspraken over gemaakt. En ik kan één ding zeggen, daar hebben wij ons in ieder geval aan gehouden. En dat rapport hebben we eerst intern van commentaar laten voorzien. En toen hebben we de conclusie getrokken, ik als portefeuillehouder samen met de projectleiding, van ja, is dit niet te veel van nou, de gemeente. Laten we ook een onafhankelijke daarna laten kijken. En dat is Seinpos geworden. Omdat Seinpos niet zich meer in de hele materie hoefde te verdiepen. Maar ook enig zicht had op waar de gemeente mee bezig was in de Eemsvaart. En Seinpos heeft die onderzoeksopdracht gekregen. En dat is een onderhands geweest, want dat, tot een bepaald bedrag mag dat gewoon. Ja, ik vind dat u nou wel heel... Sorry, voorzitter. Mag ik een vraag stellen? De Reiling, ja. Het gaat natuurlijk ook om het eerste aangenomen werk van Seinpos. Dus niet deze second opinion. Ja, dat is een meervoudig verhaal. Dat is een meervoudig onderhandse geweest. En dat past binnen de ANS aanbestedingsbeleid. Ja, er zijn meerdere bureaus voor uitgenodigd. En het bureau wat we geselecteerd hebben, die voldeed aan de criteria en aan de prijs enzovoort. Ja? Goed. We hebben de conclusies van Seinpos hebben wij gekregen. Toen hebben we er als college naar gekeken en wij deelden de conclusies van onze ambtelijke adviseurs, we deelden de conclusies van Seinpos. En toen ben ik er, voordat wij daar een besluit over hebben genomen, heb ik dat bij het centrummanagement Delfsvaart in bespreking gelegd. Ik heb gezegd, hoe kijken jullie hiernaar? En zij hebben gezegd, wij zitten niet op de stoel om te zeggen, het mag niet of zo. Maar wij zouden het wel bijzonder betreuren dat... Het gemeentebestuur de ingeslagen weg nu zou verlaten. De ingeslagen weg van concentratie. En wij adviseren dan ook het college, en ik denk dan het gemeentebestuur in deze, ook om de ingeslagen weg van concentratie, om die vast te houden. Want we hebben voorbeelden voldoende van overal decentraal rondom kernen allerlei winkelvoorzieningen die er niet toe bijdragen dat de vitaliteit in het centrum op peil blijft. Voorzitter. Ja. Mag ik nog één, als ik nog één opmerking mag maken, voorzitter. Daarna hebben wij als college op bestuurlijk niveau is er nog contact geweest met de gedeputeerden. Hoe zit nou de provincie in dit soort zaken? En dat was volgens mij overduidelijk. Ik noem het maar even weidewinkels. Ja, dat is op dit moment geen begaanbare weg. Ja, je ziet ook daar waar de bestemmingsplannen op orde zijn voor weidewinkels. Daar zie je zelfs nog allerlei pogingen die er gedaan worden om die bestemmingsplannen... te veranderen, om dit soort dingen niet meer mogelijk te maken. Dat eventjes voor wat betreft het traject wat wij hier intern gelopen hebben. Kom ik zo op de rest terug. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik heb één, mogelijk twee vragen met uw welbevinden. In ieder geval eventjes over dat verhaal van de concentratie. Inderdaad, zit daar een bepaalde visie achter, begrijp ik, van dit gemeentebestuur. En mijn vraag is eigenlijk, past dan het aanbod aan Aldi om op de huidige locatie te kunnen blijven zitten bij dat verhaal van die concentratie? Meneer Reiling refereert er ook al aan in zijn inbreng, volgens mij, dat we toch daar weer een winkelgebiedje bij creëren, waar we eigenlijk ons best doen om zoveel mogelijk naar het zuiden toe te verhuizen. Dat is in ieder geval één. En tweede vraag, als u mij permitteert, voorzitter, is dat door de woorden die de wethouder kiest in zijn betoog, de Aldi zou gezien kunnen worden als een wat stugge partner wat betreft de onderhandelingen. Terwijl ik aan de andere kant zelf in ieder geval heb ervaren dat zij met redelijk valide argumenten komen waarom zij überhaupt de twee locaties hebben afgewezen. Dus daar graag een reactie op.
Voorzitter, als u mij toestaat, dan zou ik niks over de onderhandelingen van die wij met Aldi hebben gevoerd willen zeggen, want dat gaat mij veel te ver. En dat is ook in de beslotenheid van mijn kamer of elders gebeurd, dus daar ga ik verder niet op in. De beste in de opvatting van niet alleen ons. Ja, u wilt niks zeggen over de onderhandelingen. U heeft toch net gezegd dat u 2 maal een aanbod heeft gedaan aan Aldi, waarop hun antwoord was, no way. Dat is toch een inhoudelijke bijdrage. Maar u gaf een waardeoordeel, dat is alleszins redelijk, zei u. Dus ik ga daar verder niet op in. Oh. Ja, daar wil ik het graag bij laten. Als we het hebben over het centrumplan Dedemsvaart, en dat is niet van ons nu van de laatste tijd, maar het is al heel lang zo, dat er sprake is in de Julianenstraat van een kernwinkelgebied en een aanloopgebied. Ja, en als de urgentie niet zo hoog is, dan zie je ook dat de beweging die er komt, is ook wat minder vergaand. Wat we de laatste jaren zien, we zien leegstand enzovoort, dus de urgentie van concentratie wordt alleen maar hoger. En dat is die visie die we ontwikkeld hebben, die hebben wij niet, en die is niet van het college, die is van de ondernemers, de groep die meegedacht heeft vanaf het begin, en het college samen. En de beste oplossing, vind ik nog steeds, was geweest aan de noordzijde, ja, met parkeermogelijkheden veel meer bij de Baron. Daar hebben we ook in voorzien, want we hebben mogelijkheden in het bestemmingsplan om daar zelfs een parkeerdek in te maken om voldoende parkeerruimte te krijgen. Maar daar hebben ze niet voor gekozen. De slechtste is het Mercator-terrein. Alles uit elkaar trekken, want er staan nog meer ondernemers op die zeggen, als zij mogen, dan gaan wij ook heel graag daar naartoe. Ja? En dat zou betekenen dat je nog veel meer wegtrekt uit het centrum. En dat er van het idee van een compact centrum niet zo gek veel meer overblijft. Dus een middenweg is, alhoewel het nooit onze eerste voorkeur is geweest, je zit dan op de grens van het, zeg maar, het aanloopgebied. Ja? En dat vinden wij alleszins nog acceptabel. Want hoe je het ook bent of keert, de hele Julianenstraat Noord zal nooit helemaal winkelvrij worden. Maar dat hoeft ook niet. Je hebt daar andere typologieën van winkels, noem het dan maar even de aanloopwinkels. Dus wat ons betreft niet de eerste keuze, maar zeker een goed alternatief om op de huidige locatie de Aldi te faciliteren. En daar hebben we ook toegezegd dat we daar ons uiterste best voor zouden willen doen. Goed. Ja, als u vanavond besluit om Dedemsvaart eruit te lichten, dan denk ik, en dat anders te faseren, dan denk ik dat dat gewoon zonde is. Er zijn al een paar mensen die hebben er ook op gereageerd. U stelt vanavond dit detail aan de structuurvisie niet vast. Allerlei mensen die in het voortraject niet mee hebben gedaan, niet mee hebben kunnen doen, het niet wisten, krijgen bij de terinzagelegging, krijgen ze nog alle mogelijkheden om te reageren. Dus dat komt, als het goed is, allemaal naar u toe. En dit oponthoud zou, ik denk, niet goed zijn voor het proces en ook niet goed zijn voor Dedemsvaart, waarbij toch op sommige punten de noten, ik wil niet zeggen hoog is, maar redelijk in die richting gaat, omdat er toch nogal wat leegstand is en dat er op dit moment toch wel acties geboden zijn. Ja, verhalen van moeten we dan Jumbo betalen en als Aldi dit wel mag. Ik zal u in herinnering roepen dat toen we ooit bezig waren met het centrumplan voor Dedemsvaart, hebben we daar bepaalde afspraken in gemaakt. En een van de afspraken die ik heb doorvertaald als bestuurder naar bijvoorbeeld Jumbo, Aldi, maar ook in die tijd C1000, / Albert Heijn nu, dat we aangegeven hebben een discussie over het Mercator-terrein kun je wel achterwege laten. Dat gaat hem niet worden. Waarop Jumbo heeft aangegeven, maar dan ook niemand. En dat hebben we aangegeven, maar dan ook niemand. En Jumbo heeft gelukkig de stap gezet naar de plek waarvan ik denk dat die heel goed is voor Dedemsvaart. Heeft dus ook, zeg maar even voor de ondergrond onder de supermarkt, geen weilandprijzen betaald, maar gewoon een behoorlijke prijs. Ja? En het ligt in de reden dat als opeens hun buurman wel naar dat gebied waarvan niemand wil, hè, tot nu toe, hè, vanuit het centrummanagement niet, laat ik zeggen, vanuit het plan zoals wij dat hier hebben neergelegd, en waar u, toen u als raad het centrumplan Dedemsvaart vaststelde, met z'n allen mee akkoord ging. Want ik vertel vanavond eigenlijk niks nieuws. Dit zijn alle onderleggers onder het centrumplan. Hebben wij aangegeven. Het is wat ons betreft onbespreekbaar voor supermarkten dan wel andere winkels. Behalve auto's, boten en caravans. De ABC locatie. Mercator is een geschikte locatie voor autoboten en caravans. En niet voor
allerlei andere winkels. En daar heeft de Jumbo heeft de strijd daarin gewoon gestaakt. Het zou natuurlijk wel zeer onbetrouwbaar zijn dat als er enige druk komt dat je een andere supermarktketen, ook al heet die discounter, wel die mogelijkheid geeft. Dus als u zegt, heeft u afspraken gemaakt? Ja, en ik weet niet eens of ze op papier staan, maar ik zal altijd zeggen dat ik, of ik zal altijd herhalen wat ik gezegd heb, ja, tegen de andere ketens. No way, wat de gemeente betreft. Was in lijn met uw eigen opdracht in het kader van het Centrum van Deelsvaart. Goed. Mag ik daar dan een vraag over stellen? De heer Reiling, ja. Want wij moeten dus, wij zouden dus een beslissing kunnen nemen om die discounter wel naar het Mercado-terrein, terwijl wij als raad natuurlijk van die onderliggende afspraken niets van af weten. Nee, maar u heeft de bovenliggende afspraak met mij gemaakt. Dat is, wethouder, zorg dat dit centrumplan Deelsvaart wordt uitgevoerd, waarbij concentratie en supermarkten naar het centrumgebied, dat was de bovenlegger. Dus of u het nu wel of niet af is, u heeft mij dat als kader meegegeven als raad. Dan kan ik toch heel moeilijk tegen een supermarktketen zeggen, ja, de raad heeft me dat wel meegegeven, maar nou, flauwekul, daar doen we even niks mee. Dus ja, u was misschien niet letterlijk op de hoogte, maar u was wel op de hoogte van de bovenliggende uitgangspunten die er waren. Dus, ja. Voorzitter, de heer Rotemans. Dan kom ik toch even terug op de vraag die ik zojuist stelde, ook al heeft u zojuist antwoord gegeven. Wij zijn inderdaad op de hoogte van die bovenliggende afspraken die wij dus helder hebben. En u wijkt daar toch enigszins van af, volgens u het beste alternatief voor alle keuzes die u tot op dat moment heeft. Maar daar is dus een afwijking waarin u dus onderhands een aanbod aan de Aldi lijkt te hebben gedaan. Ik zeg lijkt te hebben gedaan, omdat wij zelfs daar niet van af weten. Dus dat is voor mij niet helder. Kijk, u moet nu even de nuance aanbrengen. Nieuw vestiging in Julianenstraat Noord is niet bespreekbaar. Dit is een bestaande winkel die op de huidige plek eventuele uitbreidingsmogelijkheden krijgt. Dat is nogal een behoorlijke nuance, want er zitten natuurlijk nog wel meer winkels die niet weg zullen gaan. Ja, ik ken daar wel een winkel waarvan de ene deel bezet is en het andere deel niet. Als die besluit om dat niet bezette deel over te nemen of ja, daar een grotere winkel van gaan maken, nou, wie zijn wij om te zeggen dat we niet willen? Ja? En ook naast Aldi zit nog wel een pand waar een winkelbestemming op zit. Ja? Dus zo moet u me interpreteren. Voor nieuwvestiging is no way, of een woning wat uitsluitend de woonbestemming heeft om die om te batterijen tot een nieuwe winkel, ja, dat is wel een hele lastige om dat in ieder geval langs het college te krijgen. Laat het zo formuleren. Ja? Wijkt het standpunt wat u nu uit niet heel erg af van wat in de conceptvisie staat? Want daar staat dus feitelijk in dat we de hele Julianastraat Noord feitelijk willen ontmantelen. Ja. En dan geeft u aan dat u feitelijk al in gesprek bent om al die op de huidige locatie te faciliteren. Ja. Nee, maar dat is wel het streven. En de vorige keer heeft uw fractie ook gevraagd, hoe gaat u dat doen? En hoeveel geld heeft u ervoor nodig? Toen heb ik gezegd, we komen niet met een bulldozer langs om iedereen uit de Julianenstraat Noord te verschuiven. Ik heb ook gezegd, de vorige keer, dit zul je nooit voor de 100% realiseren. Het is een richting die je inslaat en je ziet de beweging al. Er zijn al de nodige middenstanders, die zijn al vertrokken naar het kernwinkelgebied. En je zult altijd de wat doelgerichte aankopen. Ja, en daar hoort voor een deel Aldi ook bij. Hè. Als je het rapport leest, en nou, laten we dat aannemen dat dat klopt. Wie ben ik om dat te bestrijden? Zie je toch dat mensen minder frequent een Aldi bezoeken dan een full-service supermarkt. Dus je zult altijd een beweging houden dat je nooit voor de volle 100%... het eindbeeld wat je eigenlijk hebt, wat je graag wil bereiken, dat je dat zult bereiken. Akkoord. Ik ga snel verder, voorzitter. Ja, het opknippen van die visie, daar hebben we het nog eens uitvoerig over gehad intern. En het is gewoon een integrale visie, detailhandel, Hardenberg, gemeente Hardenberg. En er zit zoveel samenhang ook in, dus als je gaat knippen, ja, dan moet je wel zorgen dat het een compleet beeld geeft. Dus wij vinden dat nog wel lastig. Er zit ook kosten aan. Hè? Ik bedoel, je zult daar nog een tegen uren in moeten stoppen om dat goed verzorgd te doen. En ik ben het best met je eens, met de VVD-fractie eens, dat het lijkt alsof er dingen voor de kleine kernen wat verstopt zijn. En het lijkt me goed dat we, nadat we de televisielegging hebben gehad, dat we kijken of we het redactioneel nog iets scherper kunnen oplossen, zodat ze een wat beter zichtbare plek krijgen. Ja, maar om nou drie of vier of hoeveel visies te gaan
vaststellen. En ook nog in aparte bundels. Daar heb ik op voorhand nog niet zoveel vrede mee. Dus ik zou toch willen pleiten van laten we die ene visie, laten we bij die ene visie houden. Één document met iets betere zichtbaarheid voor te onderscheiden kernen. Allerlei teksten als gedoe in Julianenstraat Noord. Ik merk er niks van. Ik ben er toch vrij frequent. Onze projectleider is er vrij frequent. En het enige wat er gebeurt is dat een visie die er al eigenlijk jaren ligt, nu wat is aangescherpt. En dat beweging met zich meebrengt. En dat beweging met zich meebrengt waarvan wij denken dat het ten goede komt aan het, met name het winkelklimaat in Dedemsvaart. Het is een vrij heldere visie. Ja. Ook ruimtelijk gezien, je kunt hem ook heel goed ruimtelijk neerleggen. En ja, over 5 jaar moet je eens terugkijken van, nou dan denk ik van, misschien is het dan de helft gerealiseerd of misschien meer. Ja. Dus de woorden als van dat het daar rommelt en dat het onduidelijk is en dat het jaren blijft hangen. Ja, zo'n ondernemer er zit en die wil niet weg, dan blijft hij lekker zitten. Ja, ik weet niet waar u die teksten vandaan haalt, maar ik heb ze in ieder geval niet op papier staan. En meestal lees ik toch redelijk goed voor wat er op papier op staat. Ik heb aangegeven dat er een padstelling op dit moment dreigt te ontstaan in de Julianenstraat Noord. Met een Aldi die heel duidelijk te kennen heeft gegeven, ik wil het niet. We zijn ondertussen al meer dan 3 jaar onderweg. Ja, en als we op deze, en dat bedoel ik dus met van pak dan nu de Dedemsvaart op. Probeer die padstelling te voorkomen. Want voor we het weten zijn we inderdaad die 4, 5 jaar verder. Dan is er dus nog helemaal niks gebeurd. En dat wordt met name werkzaam door die padstelling. En de woorden die u heeft gebruikt, die heb ik absoluut niet gebruikt. Dan heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, voorzitter. Die padstelling is niet met Julianenstraat Noord. Die padstelling is met een ondernemer in Julianenstraat Noord. Een ondernemer die een concept in Duitsland heeft bedacht. En dat over de hele wereld wil uitrollen. Nou, prima dat ze dat bedacht hebben. Maar het kan toch niet zo zijn dat wij als gemeente, zo zijn er meer gemeentes, ons volledig moeten laten dicteren, alles opzij moeten zetten om uit een padstelling te komen. Dat kan niet waar zijn. Ja? Tenminste, zo zie ik dat. Of u moet als raad vinden van wethouder, u gaat te ver, faciliteer ze tot het... bijna onmogelijk. Nou, als dat zo is, dan moeten we daar eens over nadenken of we dat kunnen. Maar goed, de situatie is, er is een vrager en er is een aanbieder. En die moeten maar eens bij elkaar komen op enig moment. En als dat niet lukt, ja, sommige dingen lukken niet in het leven. Akkoord, de heer Roldemond. Dank u wel, voorzitter. Dat de opmerking dat wij ons niet moeten laten dicteren door een keten verbaast mij enigszins, omdat ik zojuist leek te horen, maar mogelijk heb ik dat weer verkeerd geïnterpreteerd, dat de Jumbo, dat is een concept overigens dat in Brabant is ontwikkeld, heeft gedicteerd als wij niet naar het Mercatorterrein gaan, dan gaat niemand naar het Mercatorterrein. En dat is een afspraak, zegt u zelf, die met die keten is gemaakt. Dus u begrijpt mogelijk mijn verbazing, mits ik natuurlijk dit juist heb geïnterpreteerd. Nou, voorzitter. Zo af en toe laat mijn verstand me ook een beetje in de steek. Dus ik volgens mij hebben we er voldoende over gezegd wat het traject is wat we bewandeld hebben. En het is aan uw raad om straks met de zienswijze die er komen een verstandig besluit te nemen. Het is niet meer en het is niet minder. Meneer de voorzitter, mag ik een procesopmerking maken? Ik zit nu een tijd te luisteren. We hebben een hamerstuk dat wordt op de agenda gedeeld. Dat kan. Het gaat over een visieontwikkeling. Een visie is naar de toekomst. Ook de visie in Hardenberg, misschien bereiken we het nooit. Dat zei de wethouder net. En nu gaat het over een elementje wat niet eens over de visie gaat. En daar heb ik toch bezwaar tegen dat we zoveel tijd aan spenderen. Dus ik zou even willen vragen als voorzitter om dit af te hameren. Maar zijn we ook aan het einde gekomen van deze discussie, althans dit onderdeel. Er lag volgens mij nog een vraag over de Fortuinstraat. Ja, de Fortuinstraat. Dat is de enige die nog eens blijft liggen. Ja. We hebben, die ligt er niet. Die heb ik aan zijn post. Ja, als de wethouder. Nee, maar ik kan hem gewoon weghalen. We hebben over de Fortuinstraat hebben we vrij lang gediscussieerd. Ja, is dat nou kernwinkelgebied of is dat het niet? Ook even weer terughalen, hoe hebben we ooit die structuur van Hardenberg bedacht met die assen? En pas in de definitieve versie, het vlak daarvoor, hebben we daar zeg maar eventjes ook een definitief standpunt over ingenomen. Zo moet je hem zien. En dat ligt niet bij zijn post, dat ligt puur bij de stuurgroep van mensen vanuit de Hardenbergse ondernemerswereld en anderen, vastgoedjongens en de gemeente. Akkoord. Volgens mij ruim beantwoord, maar het was inderdaad ook een bespreekstuk geworden. Ik vraag of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik kijk rond. Is daar behoefte aan, de heer Reiling?
behoefte aan een tweede termijn? Ja. Gaat uw gang. Ik zie geen andere vingers, handen. Dus u bent de enige. Ja. Ik ben met name een beetje in verwarring gebracht door de beantwoording over het knippen van de visie. Ik ben het helemaal met de wethouder eens dat we over een integrale visie moeten praten. Maar als je nu het stuk ter inzage legt en zegt van ja, als het straks aangenomen wordt, dan gaan we het wel in drie stukken knippen, want dan is het beter leesbaar. Dan denk ik, dan span je het paard achter de wagen. Als je eerlijk en oprechte inspraak wilt hebben, dan moet je het stuk nu makkelijk leesbaar maken. En dat zou ik dan toch graag in een amendement vast willen laten vaststellen. Voorzitter, mag ik eerst even de heer Reiling een vraag stellen? Ik kijk even rond of er nog meer mensen zijn die een vraag willen stellen aan de heer Reiling. Dat is in ieder geval alleen de heer Dog. Ik vind dat hij hier een kwalificatie neerlegt voor degenen, ondernemers, plaatselijk belangen, wie dan ook betrokkenen, die straks mogen reageren op de structuurvisie alsof zij niet zouden kunnen lezen en bij de hand genomen moeten worden aan de hand van een soort ABC-schemaatje in visies. Die mensen en die organisaties kunnen best wel lezen, er zit heel veel samenhang in en juist het weghalen van die samenhang zal ook, denk ik, het proces van beoordelen van die structuurvisie die voor hele gemeente geldt geen goed doen. Dank u wel. Daarmee heb ik het gevoel dat een eventueel amendement wat eraan zit te komen niet door u gesteund zal worden. Schat ik zo in. Daarom ook graag deze opmerking plaatsen, want misschien trekt hij nog wel in. Wij kijken even in de richting van de VVD-fractie. Is er behoefte aan een schorsing? Ja, heel eventjes. Een moment. Even schorsen? Ja. Ik schors de vergadering voor een enkele minuut. Mag ik in ieder verzoek om zijn plek, haar plek weer in te nemen? Dan kunnen wij de raadsvergadering vervolgen. Aan de orde is een bespreekstuk, ontwerp detailhandel structuurvisie gemeente Hardenberg. En ik heropen de vergadering en verzoek in ieder opnieuw plaats te nemen. We zijn in de tweede termijn. Het woord is aan de VVD-fractie. En ik zou de heer Reiling het woord willen geven. Als hij tenminste zover is. De heer Reiling, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Zullen we het nog maar weer proberen? Toegang. Ja, oké. Okay. Ja. De wethouder geeft in zijn betoog aan dat het stuk leesbaarder gemaakt kan worden, maar dat hij op dit moment de aanpassing niet wil doen. Wat ik eigenlijk jammer vind, eigenlijk een gemiste kans vind. We zijn dus heel erg benieuwd hoe straks dan die visie wel duidelijker en beter wordt neergezet, zoals de wethouder in zijn beantwoording van vanmiddag heeft aangegeven. Dat betekent dus dat we het amendement voor de splitsing niet indienen. En als laatste opmerking wil ik, gezien het feit dat we het laatste half uur alleen nog maar over Dedemsvaart bijna gediscussieerd hebben, is het dus ook heel duidelijk dat Dedemsvaart, wat ons betreft, nog behoorlijk wat aandacht verdient, voordat de visie daar ook ligt zoals die er hoort te liggen. Ja, ik heb overigens de indruk dat niet de lengte van de spreektijd hier over de onderwerpen bepalend is voor wat er moet gebeuren, maar u geeft wel een signaal af dat u dat vindt in ieder geval vanuit de zijde van de VVD-fractie. Dat mogen duidelijk zijn. Akkoord. Daarmee vraag ik of het stuk zoals het voor ligt, het is een bespreekstuk, maar de bespreking is ten einde, of er behoefte is nog aan de stemverklaring. Dat is niet het geval. De heer Rotemond zie ik de vinger opsteken. Voorzitter, dank u wel. We hebben ons gemengd in de discussie zojuist. Hoewel wij in een eerder stadium hamerstuk aangegeven net ook als een hamerstuk te kunnen zien. Maar gezien de reacties van zowel overigens de Aldi telefonisch als nu in de raad, zijn wij eerder geneigd om te zeggen dat wij niet akkoord gaan met de ter inzagelegging en daarom tegen zullen stemmen, omdat we te veel open eindjes nog zien in dit stuk. Akkoord. Maar van akte. Andere nog stemverklaring?
Voorzitter, ik wil graag vragen om een hoofdelijke stemming. Dat kan. Als u dat wenst, dan gaan we nu over tot een hoofdelijke stemming. En dan gaan wij eerst kijken waar we bij welk raadslid we gaan beginnen. Daartoe wordt uit de zak een nummertje getrokken, om het zo maar te zeggen. En even kijken, dat is nummer 15. Nummer 15. We beginnen met een hoofdelijke stemming. En ik vraag u of u kunt instemmen met de ontwerp, detail en structuurvisie gemeente Hardenberg zoals die voor ligt. En zoals de bedoeling is om die nu de inspraak in te doen. We beginnen bij de heer Jonkhans. Voor of tegen? De heer Jonkhans. Nou, ik ben voor. Dat is voldoende. Mevrouw Kelder. Voor. Mevrouw Kloekhorst Augustijn. Voor. Mevrouw Luiten. Voor. De heer Mulder. Voor. De heer Mulder Klaas. Voor. Voor. Ik hoop dat u deze lijn vasthoudt naar de toekomst toe gezamenlijk. De heer Nijhoff. Voor. De heer Odink. Voor. De heer Reiling. Tegen. De heer Rodemond. Tegen. De heer Stelstra. Voor. Mevrouw Veldhuizen. Voor. De heer Van der Wel. Ook voor. Mevrouw Willems. Voor. De heer Wilts. Voor. De heer Bak. Voor. De heer Bakhuis. Voor. De heer Van den Berg. Voor. De heer Boersma. Voor. De heer Breukelman. Voor. De heer Brink. Voor. De heer Dogger. Voor. De heer Van der Grampel. Voor. Mevrouw Hansen. In het kader van de fractiediscipline voor. Voor. Mevrouw Hansen voor. Mevrouw Van den Hoek. Voor. En mevrouw Hof. Voor. En de heer Roelofs ten slotte. Voor. Dank u wel. Daarmee is dit voorstel met een meerderheid van stemmen, een ruime meerderheid van stemmen, aangenomen. Aldus besloten. Dat brengt ons bij de hamerstukken van deze raadsvergadering van dinsdag 24 januari. Hamerstuk aan de orde is vaststellen van het bestemmingsplan De Krim. Parallelweg omgeving de bouw van een woning met een bijgebouw. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel zoals voor ligt? Dat is akkoord. Akkoord. Algemene stemmen van de aanwezigen hier aangenomen. Agenda punt 8. De ingekomen stukken tot en met 10 januari 2017. Kunt u instemmen met de wijze van afdoening? Akkoord. Akkoord. De rondvraag. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval. Brengt ons bij de sluiting van deze raadsvergadering van dinsdag 24 januari. Ik sluit de vergadering. De vergadering is gesloten. En ik stel voor nog korte schorsing om 8 uur door te gaan met de oriënterende ronde. Onder voorzitterschap van de heer Jonkhans.